Psychologische hulp is van eminent belang bij seksueel misbruik, zegt professor en orthopedagoog Manon Sanchez, die hiermee reageert op het seksueel misbruik van enkele jonge kinderen. Orthopedagogen houden zich bezig met de behandeling van kinderen en jongeren die in het dagelijks leven worden geremd in hun ontwikkeling door diverse stoornissen en of beperkingen. Seksueel misbruik gaat meestal gepaard met psychisch of fysiek geweld. Derhalve is het als opvoeder zeer belangrijk te letten op de signalen die uw kind vertoont. De signalen zijn bijvoorbeeld dat kinderen schrikachtig zijn, zich terugtrekken of juist heel expressief zijn, heel veel lachen en dan weer heel hard huilen. Maar je merkt ook dat de kinderen ook fysiek contact, lichamelijk contact moeilijk vinden. Dus als je een hand op de schouder legt, dat ze schrikachtig zijn. Dat zouden allemaal voorbeelden kunnen zijn van seksueel misbruik. Waarom we zo tegen seksueel misbruik zijn, is dat als je volwassen bent of je bent in je puberteit en je hebt met je vriendje seksueel contact, dan is dat met wederzijds consent, zeggen we. We willen het allebei en we hebben het en we proberen het. En je bent dus leeftijdsadequaat, maar een klein kind, behalve dat het fysiek het niet aan kan, vaak toch, de gevolgen kunnen daarvan op fysiek gebied groot zijn en nadelig zijn, ook psychisch. Want je kan dat seksueel contact en alle gevoelens die erbij komen, die angst, maar ook die intimiteit, kan je niet duiden. Als kind kan je dat geen plek geven, je weet daar niet goed mee om te gaan. Sanchez zegt dat psychologische hulp niet gezien moet worden als een herbeleving van het gebeuren. Het is juist het genezingsproces dat het kind zal helpen gedurende het traject. Als je dus erachter bent gekomen dat, dat jouw kind seksueel misbruikt is, dan is het belangrijkste er te zijn voor het kind en te luisteren naar het kind, praten met het kind. Wat is er gebeurd? Weet je, ik kan me vertellen, het kind heeft een hele onveilige situatie gemaakt en ik denk dat het belangrijk is dat het kind heel snel weet dat ze bij papa of mama of bij de opvoeder, oma, wie dan ook, veilig is en dat ze kunnen vertellen wat er gebeurd is, dat het niet de schuld is van het kind. En dan kan je kijken van wat zou mijn kind nodig hebben. Kan dat kind bijvoorbeeld psychologische begeleiding hebben verder? Moet dat kind uit die situatie gehaald worden? Want stel je voor, je bent een grootouder en je merkt dat je kleinkind, weet je, dat soort stappen zorgen voor dat dat kind weer veilig is en dat diegene die er voor gezorgd heeft, dat die niet meer in de omgeving is. En dan is psychologische hulp is dan vaak wel, daar kan het kind veel aan hebben. In zaken het geval welke zich recentelijk heeft voorgedaan bij een oppashuis op Flora, zullen de vermoedelijke slachtoffers de nodige psychologische hulp moeten krijgen, stelt Sanchez. Behalve de veiligheid kan de psycholoog ook helpen met de gedachten van het kind, sluit Sanchez af.